De Rijksuniversiteit start in september met een academische opleiding leraar basisonderwijs. Aan deze opleiding werken drie noordelijke Pabo's mee, maar de nieuwe Pabo is alleen bedoeld voor studenten met een VWO-diploma. De vier partijen willen met de nieuwe Pabo een kwaliteitsimpuls geven aan het basisonderwijs in Noord-Nederland. Dat het onderwijs of de kwaliteit van het onderwijs in het noorden van het land niet zo heel erg goed is, dat weten we uit allerlei verschillend onderzoek. Bijvoorbeeld van de onderwijsinspectie, maar ook onderzoek wat we hier aan de Rijksuniversiteit zelf gedaan hebben. En ja, dan uh, wordt er altijd gezocht naar verklaringen daarvoor natuurlijk. En een hele belangrijke verklaring is de kwaliteit van de leerkrachten. Die laat de wensen over, maar daar moet de academische PABO dus verandering in brengen. Volgens de initiatiefnemers gaat het niveau van de opleiding omhoog door het combineren van oude PABO-vakken met vakken van de Bacheloropleiding Algemene Pedagogische Wetenschappen. We weten van de, van de oude PABO-opleiding dat met name VWO-scholieren. Uh, ja, daar stond de Pabo niet zo erg goed bekend. Hè. Dat was te makkelijk. En als je echt iets kan, ja, dan ga je niet naar de Pabo. En we hopen dat uh, met deze opleiding met name VWO-scholieren te trekken die uh, graag iets met kinderen willen doen, maar voor wie de reguliere Pabo ja, dan niet voldoende uitdaging biedt. De academische Pabo richt zich dus op een andere, hoger opgeleide doelgroep. In verschillende steden bestaat een soortgelijke opleiding al. De interesse hiervoor lijkt dan ook groot te zijn. Daar zien we gewoon dat er heel erg veel animo is. Dat er zelfs een selectie moet gebeuren om te bepalen welke studenten mee mogen doen. Dus we verwachten eigenlijk dat dat hier in het noorden van het land ook zo zal zijn. In september kunnen 60 studenten starten met de opleiding. Dat kan alleen als zij voor die tijd voldoende scoren op de reken- en taaltoets. Bij de reguliere PAWOS doe je dat meestal in de loop van het jaar. En dan krijg je ook zelf nog les in rekenen en taal gedurende het eerste jaar. Maar daar is in ons programma gewoon geen tijd voor. Dus uh, wil je starten met die academische opleiding leraar basisonderwijs. dan moet je vooraf al die reken- en taaltoets gehaald hebben. En om daar genoeg tijd voor te hebben, moeten studenten zich voor 15 mei aanmelden.